Wat trouwens mede een van de aanleidingen was, denk ik, waarom Wouter Beke uiteindelijk ontslag heeft moeten nemen. Hè? Ja, op een gegeven moment, als er een aantal zaken gebeuren en je geraakt in een negatieve spiraal, is het moeilijk om daar terug uit te geraken. Ja. En dan natuurlijk door het feit dat daar een kindje is gestorven in een crash, ja, dat is eigenlijk de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Een beetje onhandig op gereageerd natuurlijk, heel voorzichtig uit te drukken. Ja, er is wel een verschil tussen Wouter Beke en Hilde Krivits, moet ik zeggen. Dat? Ja. Is dat omdat het een vrouw, is dat een cliché? Goh, dat weet ik. Misschien toch niet noodzakelijk, maar het is wel heel belangrijk, zeker op een domein als welzijn, om zeer goed te communiceren. Ja. Om communicatief toch wel sterk te zijn, om voldoende empathie te tonen. En ik denk dat daar toch wel een verschil zit. Velen begrepen niet waarom Bart Somers zo plots moest vertrekken, alsof er plots een brand te blussen was, wat niet klopte. En waarom hij gewoon is blijven zitten om dat stikstofakkoord mee te sluiten. Het is dan uiteindelijk Gwendolyn Rutte geworden, wat u denk ik niet betreurt, dat Gwendolyn Rutte daar zit. Maar begreep u waarom Somers zo plots moest verdwijnen? Nou, eerlijk gezegd begreep ik het ook niet. Maar bon, dat is natuurlijk een eigen beslissing van Bart om te doen. Voelde zich dan toch niet een beetje in de steek gelaten door zo... Dat was toch een belangrijke figuur. De vice-minister-president, ja. Ja, ik denk Bart heeft zijn eigen conclusies getrokken. Hij heeft daar zijn eigen mening natuurlijk over. En als hij vindt dat hij lokaal in Mechelen daar volop aanwezig moet kunnen zijn, dan is dat zijn eigen beslissing natuurlijk. Dat hebt u netjes afgedekt, zou ik zeggen.